Hallo? Yo, leuk, kijk deze nieuwe video. Ik ben Max. Je weet het wel. Intro. We hebben vandaag weer wat nieuws. Ik zei we gaan geen Fortnite meer doen. Maar hey, ik zei geen Fortnite Story Mode. Dus we gaan Fortnite Save the World doen. Ik weet dat heel veel mensen het vroegen. En volgens mij, ik weet niet of het ooit iemand het gedaan heeft. Ik weet niet of het leuk is. Dus we gaan het gewoon doen. Dus welkom jongens. Fortnite Save the World. Het is storyline. Wow, we komen bijna. De ultimate wombo combo, wat jullie willen en wat ik wil. Merge we met elkaar. En dan krijgen we wat iedereen wil. En dan zijn we allemaal blij. Dus welkom bij Fortnite Save the World. Ga vandaag spelen. Episode 1. Duimpje omhoog. Als je het niet leuk vindt, duimpje naar beneden. I don't give a shit. Veel plezier met kijken. En dan zie ik je in game. Gekke dingen, jongens. At the end of the world. I need your help. I'm all alone out here. If you can hear me, I need your help. I'm all alone out here. Oh jee. Jongens, horen jullie dat? If anyone can help, I'm all alone out here. Ik weet niet of ik het op Nederlands ga zetten, misschien straks voor jullie. Maar dit begon zomaar verder in nummer, dus daarom zeg ik ook eigenlijk helemaal niks, want ik ben gewoon meestal stil. Ik hoor alleen geluid aan één kant, dus ik ga het opnieuw proberen. Kijk hem rennen dan, vooral de zombies! First person Fortnite, hoe weird zou dat zijn? Kijk hem rennen voor zijn leven. Kijk, niet achter je, dat is stom. Ja, dat bedoel ik, niet achter je. Snel, open! Open! Oké, dat was klaar. Dit is zo weird om first person te zien. Kijk, hier zit het. Fortnite! Battle Royale! Nou jongens, wat prachtig weer. Ik probeer dit in de meeuw al erin te krijgen, maar het lukt niet. Doet ze wel. Wat een chase, zagen jullie dat allemaal? Oh, how's your head? Okay? Mijn head is fijn. Those stairs are really meant for feet. Just a tip for moving forward. Ja, goeie tip. Ignore that. So, introductions. Oh, I'm Ray. Hi Ray. We're the commander support crew. Or at least we would be. If we had a commander. Nah, there is no commander. If Estrella is any indication, we won't last a second in the storm on our own. Say that again? Not a drill? Oh jee. Well, that certainly explains the monsters. A drill is an oefening. Ze denken dat... Oh, hallo. Ze denken dat het een oefening is, maar het is geen oefening. Prevent the storm from happening, so ah, nou, dat is goed gelukt, man. Plan B. You guys got anything? Anything? Ik, misschien kan ik hem op Nederlands zetten. I don't know, jongens. Dat zou wel zo zijn. Dus ik ga dit in de mail aan ons heet erin proberen te krijgen. Oh, Ramirez! Yeah. Hij zit erin. Do not put me on hold. Sure. Yeah! Ik wil de commander zijn. Let me be the commander, boys. Dit is echt heel ander Fortnite. Dit. Okay. Take your positions. Positions. Lock. Flip the switch. Whenever you're ready, commander. I am the commander. Ik ben de commander blijkbaar en ik moet een missie voor ze doen. Okay, commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Okay, dat denk ik trouwens niet. If you can hear me. Hey, die skinker, time maar. To hurry up. Copy that. Okay, dat is blijkbaar de commander. Building systems coming online. Now. Oh jee. Back in action. Wat hebben ze gedaan? Weapon system? What's our firepower situation? See for yourself. Oh! Shit! Een deagle. Nee, trouwens niet, volgens mij is het gewoon normaal heen kunnen. Oh jee, waar komen zij vandaan? Gadverdamme. Het is gewoon een mannetje. Je bent een masker van een andere machine. Oh, pop! There we go. There we go. Wait! Oh, dat kan niet passeren, jammer. Want ik hoor letterlijk maar in één oor, hoor ik wat. Oké. Be right back, ik ga kijken of ik dat kan fixen voor mezelf. Yeet. Oké. Clean. We moeten, oké, we hebben dus in ieder geval een soort, ik denk een introductietje. Ik kan niet switchen, ik kan wel switchen. Oh, ik wil zullen dat ik dit destroy. F is ook echt gewoon na mijn dingen staan, sure.
What's your situation out here, Prima. I've been holding down the fort, but nowhere safe for long. Okay. Well, we're here to help. Oh, jongens, we gaan kijken of we Nederlands kunnen zetten voor jullie. Oké, set spaghetti, geen Nederlands voor jullie. Dan maar Engels. Jullie kunnen allemaal Engels, jullie zijn heel goed in Engels. Hallo! Wow, rustig aan, calm down. Has it always been this bad, Ramirez? Calm the fuck down. Sometimes it's worse. Oké, wat willen ze van me? Loot! Wow, dat was heel apart. Een zwaard. Oké, dat is echt heel cool. Jongens, dit is heel ander Fortnite, right? Veel leuker dan het online Fortnite. Hè? Ik heb een betere wapen nodig. We need some crafting materials. Okay. Try smashing up some cars and trees. Cars and trees, sure. There's the tree. Kijk, nice. Waar is mijn rondje? Nou, weet je, we gaan ook van dit. Wat willen ze van me hebben? Hoeveel hout en metaal willen jullie? Metal, nuts and bolts and mechanical parts. Kijk, ze willen nog dit van me? Ja. Oké, ik heb shit moeten craften. Wat is nu? Ik shit craften. Oké. Oké, kijk. Ik kan hier craften. Ze willen dat ik een assault rifle gewoon craft. En dan gewoon craft. Kijk, daar gaat hij. En beep! Mute! Oké, okay, we hebben een beter wapen. Oké, op de map. Wow, dat is cool. Heel andere map. Oh, wat doe ik allemaal? There we go. Oké, let's help them. Hell yeah. Oh, dat is verkeerd. Jezus, wat is het apart? Dat ik op F. What? Wow. Ik loop iets verkeerd. Oké, zijn we weer. Dat was een beetje mijn scherm. Jullie zagen het niet, maar ik was een glitchen. Oké, we moeten naar het fort toe. Alleen ik vertrouw het echt. There we go. Wow. Ramirez! Oh jee. Oh jee, Ramirez. Run for your life. We moeten. Zijn we al in het fort? Volgens mij nog niet. Ik denk dat we nog niet in het fort zijn. Oh boy, dit is wel echt epic as fuck. Yeah, we gaan van achter lopen. Oké, let op. Hey, jongens, dit is fucking anders dit. Dit is echt totaal niet normaal Fortnite. Nou, time remaining. Sure, dit redden we makkelijk. Ammo. Wow. We lost you out there. You're not that lucky. What's your status? Dat was in één keer gone. Find a way out here soon. We're all as good as dead. Nou, we're all as good as dead. Nou, dat's. Nou, weet je? No need to dit worry. Komt helemaal we've goed. Got your back. Let's place some traps. Ja, hell yeah. From getting inside. Ja, ik snap het. Dit is Fortnite. Dit is Fortnite zelf. Ik ken dit. Don't worry. Those traps should buy us some time. Dit is Fortnite. Ik ken dit. I know. Hier. Nou. Oh, we moeten daarheen. Sure. Nou jongens, ik vind het op zich wel dope. Het is een beetje een weird begin misschien voor jullie, maar dat is ook voor mij. Want ik word er gewoon letterlijk ingegooid, zo. En you, succes. Hang tight. We're gonna take care of it. It's gonna be fine. Oh, niemand heeft deze kist geloot. Dan is die voor mij. Oh, een RPG. I'm getting some seriously weird readings here. What's on the other side of that wall? Nou, weet je, dan hakken we hem even. We couldn't find our way in. Oh, wait a minute. Nice work. We editen hem gewoon, we gaan niet iemand slopen. Whoa! Wow, gekke rockets! Is this a missile or some sort of rocket? Some sort is het niet hetzelfde? Actually, nou, oké. Niet hetzelfde. Sort of rocket. Commander, there's a satellite on board. Oh, wat willen jullie? We can guide Ramirez and the survivors back to our home. Collect bloed, Leo. Then let's launch this sure. Thing. Ja, let's help. Hell yeah, we gaan hem launchen. Dit is net fucking season schijt Fortnite. Wacht, zo was het ook weer? Vijf? Vier? Einde vier, begin vijf. Ik moet hem launchen, maar ik weet niet wat dit is, maar ik vind het leuk om te collecten. Het is voor mij. Voor mij. Blep. Voor mij. Dankjewel. Hey, ammo. Wat, het zijn hele grote ammo-boxen. Wow, er komt ook echt mega veel ammo uit. Oké, okay, hell yeah, let's launch the sheet. Dus even wennen met die knopjes, maar sure. Dan gaan we. Oh! Van zijn moest ik letterlijk die troep die ik zojuist opgepakt heb erin houden. Wist ik wel. Oh ja, ik wil niet doodgaan door die rocket. We need to keep that rocket safe until launch.
Another wave's coming. I need some backup. Oh yeah, backup. On my way. I'm on my way. Hello. What the hell is that thing? What the hell? Ik hoor allemaal rare geluiden. Wat is er gaande, jongens, buiten? Oh jee. Dude, calm down. Wow. Calm down! Calm down, bitch! Je bent dood. Bye. Wow. Holy fuck, calm the fuck down. Oh jee. Let op. Fuck, 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 fuck. Easy. Easy. Pa, 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 pa. Dat was close. Met al. Hey baby's! Jullie zijn zo klein en snel! Laat me met rust! Oké, daar gaan we. Oké, jongens, het is tot nu toe een beetje van mensen zombies overhoop knallen. Maar ik had ook een RPG, weet ik. Alleen, ik weet niet of ik die nu al wil gebruiken. Weet je, oh ja, we gaan hem vast gebruiken. Inventory! Wow, dat gaat snel, gast! Dude. Die RPG's gaan twee keer zo snel. Die moet je zien! Oké, daar ging mijn RPG. Wow, zag je die rocket dingen gingen twee keer zo snel? Oké, F1. Hey. Hier is de airstrike, prima. There you go! Goodbye. Jesus Christ. Ik overleef het wel though, hoor, maar alsnog. Nou jongens, op zich, ik gewoon heel veel killen. Kan ik alweer airstrijken? Nee. Nou weet je, wacht over 10 seconden, is klaar. Oh! De Rocket Launch! Woe! Oh jee. Oh boy. Wat gebeurt er nu? Ja, hangt eraan. Ah, rip. Goodbye, friends. Alright, ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Dat waren heel harde sounds. Auw. Loading screen. Nou jongens, dat was best wel epic. Ik bedoel, dat was echt een amazing battle. Thanks to that launch, we can now connect to our very own satellite. Oh, we hebben echt een eigen satellite. Ah. Okay. Hey. Een satellite. Wat kunnen we allemaal zien? Oh, wow. That is terrible. Oh jee. I stand corrected. Wow. Wow, de hele... Hey. Hey! Goodbye. In space too. Let's deal with that later. Oké, maar my friend, dus de hele wereld is basically gewoon overgenomen door zombies en het is helemaal trash en troep. Oh, your home base name. Hoe noemen we ons home base? Mac. Edit banner. Kunnen we een kale man doen? Wat is het, lijkt het meest op een kale man? Weet je? Dit is de zijkant van Muik's hoofd. Kijk. Dan is dat blauwe lucht. En weet je, gaan we een walnoot kleurtje doen. Wat lijkt het meest op een walnoot? Jongens. Dit vind ik erg mooi. Apply. Kijk, hebben we niks anders cools? Nee, apply. Goodbye. Nou, dat was... Leuke introductie, denk ik. I don't know. Oh, wat krijgen we weer? Oh, een level 4 loot. Oké, dat is best wel cool. Wat zit erin? Wooden floor spikes? Ik heb zin in dit, jongens. Dit lijkt me heel leuk allemaal. Handmade semi-auto gun en een... Oh, gewoon een burst. Prima. Oh, jongens. Het is te kort om nu de video af te sluiten. Dus ga ik er nog een missie doen. Ik heb hier zin in. Vinden jullie nou dat je zegt... Hey Max, wat leuk dat je dit doet... Wow, boom, explosions, dan like en subscribe, I don't know.
Oké, we hebben dit. Nou, play now. Base Kyle, Hero XP en... Oh, we krijgen 100 V-Bucks hiervan. Hallo, sure. Stonewood, questpage. Nou, questpage gewoon. Gewoon, dan neem ik aan. Nou, zo, play now. Sure. Oké, we gaan homebase Storm Shield Defense 1. Establish your storm field and defend your storm shield. Oftewel, we moeten een storm shield maken. Establish, dus plaats hem. En bescherm. En we hebben geen skin. Oeh, oh nee, dit is Ramirez. Dit is gewoon de skin. De wie je bent. Sure. Nou, we zijn Ramirez. Leuk. Maar goed, we gaan kijken wat we nu moeten doen. We moeten een storm shield maken, volgens mij. Establishen en dan moeten we hem daarna defend. Oftewel, daarna moeten we hem beschermen. En daar heb ik wel zin in. Dat lijkt me heel dope. Check die 1000 FPS, by the way, eventjes. In de loading screen heb ik 1000 FPS. Dat is wel echt prachtig, hoor, jongens. Oh jee, daar gaan we. Loading. Oh! Daar zijn we hier, oh, bij de robots. Hey! Ja! Ja! Zijn dat zijn vrienden? Oh, I get it. I have people I'm looking for too. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can take all of them home. Hell yeah! Zo moet je denken. They're closing in too fast. We're not gonna make it to the door. Oh jee. That's our cue, Commander. Pop, head down and prepare the storm shield. Ja. You'll be fine. Ik kan het zeggen, maar je bent een robot. Er kan jou niks gebeuren. Oh boy, dit is Ramirez, waar we net waren. Of een andere plek. Oh nee, ik denk dat het op een rescue mission is ofzo. Oh, een cargo mission. Oh, ze zijn letterlijk buiten waar ik nu ben. Oh jee. Hij doet zijn best, oké, dat kleine robotje. Laat hem eens met rust. Ja, schiet hem neer. Klaar. In je eentje? Hoe kan je in je eentje zoveel zombies weghouden? Goh, what is going on? Wow. Good timing. Damn. Thanks for guiding us home, Commander. No problem. I got this. I got this, you know. Hey, dit is waar we net waren. You are now protected by a temporary storm shield. Yay, we hebben een shield. I know how to turn this little home base into something incredible. Hey, search. Oh, wat? Bloemetjes. If we can upgrade and protect it, this storm shield can keep you and everyone you rescue safe from the storm. Oh, wat? And that's where you and your construction jobs come into play. Okay, that's so cool. You are a talented builder, like Frank Lloyd Wright or Bob. Bob the Builder. So let's get started. Ja. Go activate the storm shield. Oh, jongens, we mogen hem activeren. Dus dit is, even uitleggen als jullie het niet begrepen. Dit is zeg maar een shield dat je protect van alle zombies en je homebase. Basically gewoon je homebase. Gewoon hier ben je veilig. Dit is je crackhouse, je shed, je schuurtje, je plek waar je home voelt en zo. There we go. Wow! Hij is echt twee keer zo groot geworden. Oh jee. Oké, dus... What? But we don't have the resources to build that quite yet. Oh, dus we krijgen het niet. Nee, laat het staan! Here's what we do have the time and resources to build. Still good. Let's get started. Boy, dat is zo lullig. Ik dacht echt van... Nee, ik moet het dus zelf wel ook! Bruh, ik denk... Holy shit, zie je dat fucking fort dat we krijgen? En dan vervolgens krijg je zo'n trash fort. En dan moet je... Vervolgens krijg je die ook niet eens. Bruh. Nou, hier. Dat krijgen we. Yay. We mogen een fort bouwen. Let's build some defenses around the storm shield. Sure. Let's start with walls. Ja, van metaal. You have wood, stone and metal. Ja, we gaan gelijk van metaal. We willen wel de sterkste protection hebben. Kijk, dit is waar ik de eerste keer heen vluchtte, weet je? Van het beginfilmpje. Beam. 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 Yay! Now, add a door. Add a door. Nou, die maken we ook van metaal. Boom. Tadaa. Nou, we kunnen naar binnen, jongens. We hebben een huisje. Oké, floors en ceilings. Nou, weet je, de floors die maken we van steen. Oh, wat doen we? Hoe doen we dat? Ik moet allemaal controls moet ik nog even goed doen, jongens. Maar dat komt wel goed. Doe ik wel na de video. Steen. En... Metaal. Nicely done. Dankjewel. Looks like we could use some traps. Ja, of course kunnen we traps gebruiken. Place a floor, ceiling and wall trap. Zijn dit wall traps? Wat? Oké, dat is wel heel cool.
Nice, I like it. En dan doen we, hoeveel hebben we er? We hebben er 2. Weet je? Kijk, we doen zo. Zo, en dan deze doen we hier. Those are the basics. Now let's finish the build. Ja. Here's what you need to construct. Oh, okay. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. Dat snap ik. Deselect the 2 top rows and make sure the bottom 3 panels are selected. Ik heb het. Don't worry. Make sure to select the low piece you removed to make the door. Ik got this. There we go. We gaan er van steen goud maken. Misschien hadden we dit beter van metaal kunnen doen, maar weet je, het gaat om de floor basics. En oké. Well done. You definitely have construction skills. Weet je? Let's place a few more traps on structures you've built. Nee, ik wil dit weghalen, want het is stom. Put them anywhere you like, but remember, this first attack will come from the south. Het komt van, de eerste attack komt van het zuiden. Oh, dus er is letterlijk een attack gepland. Sure thing. Sure thing. Weet je. Hier gaan ze denk ik niet zo heel gauw lopen. Omdat ze hier tussendoor gaan. En dan gaan ze hierheen denk ik. Dus en zo. Sure. Oh, we hebben nog meer traps. Nou, dan doen we er nog één. Oh, dan. Confession time. I, broke the airstrike. Oh. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, alright? Oh jee. So for now, we'll stick with grenades. De airstrike is broken. Try throwing a grenade at the target. Okay, sure. Got you something. Oh, dat komt echt recht van mij af. Nicely done. Ja, maar als het nu broken is, ik dacht als het broken zou zijn, zou ik het. If your walls take damage during the fight, you can repair them as long as you have enough of the matching material. You may want to craft some more ammo, but after that, you're all set. Ik moet meer ammo craften. When you're ready to start the fight, select expand shield from the storm shield console. Sure. Oh, dan expand ik hem, want dan maak ik hem groter. Maar ik moet ook het ammo craften volgens dinges. Maar dat is denk ik niet echt nodig. Ik heb 1000 bullets, zo je nou. Maar het kan nooit kwaad om een beetje medium bullets te craften, right? Ik bedoel medium bullets. Oké. Okay. There we go. 40 erbij. Nou, we hebben 40 bullets. Jongens, kunnen we weer verder. Heb ik geen RPG meer? Nee, die is gone, right? Ja, die is gone, right? Ja. Jou kan ik craften, gaan we niet doen, weet je. We gaan het eventjes zo doen, dan hebben we een minder rare opstelling. Sure. Word ik nou buiten gesloten? Are you kidding me? Dan doen we zo. Ik kan niet meer bouwen. Ik dacht ik wil eventjes extra bouwen, maar dat mag niet meer. Nou, dan gaan we. We gaan nu dus een battle doen. We gaan battle starten. We gaan epic fights houden. En jongens, leuk. Jotem. Expansion request from the next defense. Expansion. Here we go. Shield power increasing. Echt? Wordt hij nu groter? The shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. Okay. Wat gebeurt er? I think it did. You've got this, Commander. Defend your storm shield. Okay. Wat gebeurt er? Oh jee. Bitch, your throne bones! Oh jee, dat is dus, hij gooit botten naar je. Leuk. We hebben een archer. Wow. Oké, okay, dus we zitten nu weer helemaal in de storm. Beam, 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 beam. Hey, jij bent zo'n pitcher. Ja, willen we niet hebben hier. Oké, okay, dan moeten we nu letterlijk onze beestjes schermen, dus dat is basically wat we gaan doen. We gaan letterlijk gewoon zorgen dat iedereen dood gaat hier al. Maar ik wil niet te veel bullets wasten, weet je? Kijk. Okay. Misschien een beetje headshots maken hier en daar. Bop, bop, bop. Wow, wat fuck heb jij? Wow, de sounds zijn leeg! Nee! Oh nee, niet. Mijn headset is bijna leeg. Ik moet hem zo weer opladen doen. Hé, hey, doe eens niet, doe eens niet. Doe eens niet. Gameplay tics. Building little damage by monsters can be easily. Oké, okay, dus buildings kunnen wel echt gewoon. Oké. Okay. Oh, dat is shield van die guy. Ja, kom maar, kom maar. Goodbye. Nice. Dus buildings die kapot zijn kunnen wel best wel makkelijk gerepaired worden. Ah, oh, jij bent zo'n klote pitcher, hè? Ja. En oké. Okay. Zijn er dingen kapot? Nee. Nee, joh. Nee, joh. Kijk, hij heeft de shield, zie je hem? En die moet ik dan kapot schieten en dan kan ik hem killen. En hij wordt door de trap gepakt. Goedbye. Goedendag. Oké, maar het is wel lekker dat ze zeggen dat het alleen van het zuiden komt, weet je? Want, kijk, dan hoef ik me geen zorgen te maken dat ze van de andere kant komen hier. Zo, I don't know. Ja. Oh, met de weapon. Oh, hij gaat ook echt kapot. Dat zie ik nu pas. Pa. Wie screecht er zo erg? Oh, jullie twee. Neem ik aan. Hier, kom maar. Fucking okay, Rita. Oh. You're doing great. Ik moet eerst een mannetje even. Oké,
Oké, dus mijn shield is bijna weer op. En dan heb ik het misschien gehad, denk ik. Clean. Kom maar, bitch. Dood. Ik kon er eigenlijk ook wel boven staan, maar weet je. Nee. Niet nodig. Wat gaan we doen? Tap. Tap, tap, tap. Kom maar. Oh! Dit ding schiet ook echt arrows weg of zo, hè? Dat is echt fucking amazing, gast. I like it. Trrr. Dat zag ik echt niet uit. Legit niet aankomen. Nee. Jij bent gemeen. Ik mag jou echt totaal niet, gast. Oh jij, nu wordt het denk ik heel druk. Dat grote ding moet neer. En dan kan hij ook neer. En dan kan jij ook neer. There we go. En dan kan jij neer. En dan kan jij neer. En jij. Pa. Pa. Ah. Pip. 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 Hey, een big guy. Nou, weet je, ik ga een bullet waste aan jou. Goodbye. Oh, dat was echt lullig. Je zag hem zo in. Oh, dat is cool. Dat is dope. Kijk, dat vind ik leuk. Victory. Oh yeah, boys. Ramirez won. Mission punten. Wandert Muik. Dat staat mijn naam. I don't know. Don't ask. Team score. Ik was alleen. Oh, je kan het ook echt in teams doen. Oh, dan ga ik vragen of mensen gezellig mee willen doen. Muik. Commander XP. Oh, bonus. Zijn we level up? You've gained one skill point. Oh, je hebt skill points. Oké, dus dat is heel nice. Een kist daar. Een normale kist. Yay. Oh. Oh. We krijgen level 3 loot. Prima, sure. Kan ik hem gelijk openen? Oh, ik heb een play screen. Kan ik hem openen? Oké. Nou jongens, dat was basically de missie. Return to home base. Krijgen we nog extra... Ik wil die kist kunnen openen. Dat lijkt me wel dope. Of krijgen we daarna nog meer? I don't know, to be honest. I do not know. Oh jee. Open! You received... Wat is dit? Mini Llama. Claim your free Llama in the loot tab. Oh, wat wel? Is dat een soort chest of zo? En XP gewoon. En quest complete. Open. Wat krijgen we eruit? A hero? Oh, dus je kan wel je skin veranderen. Maar ook echt dat daadwerkelijk je skin... niet echt de skin is, maar ook gewoon echt de character. Ofzo, waarschijnlijk dat je echt ook echt beter bent ofzo, weet je. Dat je bepaalde specs hebt en bepaalde dingen kan doen met die character. En gewoon daily rewards. Warpaint, dress voor de job je want. Oké, dit is wel een skin. Oké, dit is wel een skin. Dit is ook iets van een skin, ook van een skin. Troep, sure. A skill tree upgrade is now available. Oké. You can spend skill points to unlock and upgrade your abilities. Oké, dus we kunnen skill points hebben. Right now you have enough skill points to unlock a new hero class. Een nieuw hero class. Purchase sure. The constructor leadership node. Oh, a constructor leadership node, sure. Hey, dankjewel. Build something amazing. Okay, get out there. Don't forget to sure. Keep an eye on your skill points. Huh? Ik krijg goud? The skill tree is your best bet for boosting the power of your home dan... and earning new powerful gadgets. Oké. Heb je dan, volgens mij heb je dan gewoon... The survivors are safe. Ramirez is ready for action. Not a bad start. Dankjewel. Let's see that status report. Ja. Oké. Good reporting. Dankjewel voor de report. Let's maybe try not to cry in the war room. Even if the radar looks like wow. That's entirely red. Ja, wel goed voice acting. Ik vind de voice acting leuk. Storms converging on home base. Oh jee. And no idea how to fight back. Ja, leuk. You knew that last part. But luckily, ik wil dat ze stopt met praten. Oké. I'm sure there's something here. Ja. Take your time. Got anything? Neem je tijd. Here we go. Oh, ze heeft iets. In case of an after hours emergency, contact your 24-hour tech support agent. Oké. Call this an emergency. Alright, okay. I found the location. Let's get going. Nee, we nemen onze tijd. Kijk, dus nu hebben we onze tijd te kunnen even kijken. Nou goed, allemaal bullshit wat ze allemaal zijn net. Allemaal leuk. We hebben een llama die ik kan claimen. Hier ook eentje. En die kan ik niet claimen. Weet je, we claimen deze even. Who loves treasure? Everyone? Great. Bah! See you later. Oh. Oh jee. Wat was dat? Oké, we hebben gold gekregen. We hebben wall spikes. Weet je hoe ik denk? Je hebt zeg maar... Blijkbaar is het dus dat je gewoon dingen zoals loot hebt. Gewoon hout, steen, metaal.
En allemaal traps en zo. En dat het niet per game of per missie is, maar dat gewoon in totaal, dat heb je altijd. Je hebt gewoon altijd een aantal hout of stenen en trash. Dus dat is wel cool. Dat vind ik wel leuk. We hebben hier een hero, Chains. We hebben die. Weet je, we gaan lekker... Oh, hij is ook echt... Hij heeft meer health dan meer shield. Kijk! Zie je? Het heeft wel effect. There we go. Maar goed, mijn kankanties. Leuk dat jullie keken deze video. Het is weer tijd om af te sluiten. Dus dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Als je de... Ik vind het leuk. Ik had niet verwacht dat ik het leuk zou vinden. Ik had gedacht, het zou gewoon weer Fortnite trash zijn en zo. Maar ik vind het leuk. Dus dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Weet ik veel wat voor troepje allemaal. Want als je niet leuk vindt, duimpje naar beneden. You know, I don't give a shit. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Bij de volgende video. Bye bye. Enjoy je dag nog verder. En weet ik veel. Doei.